als Alhaft, we zagen hier weer in de basis staan, ook weer ruim 65 uh, minuten gemaakt. Ging het goed? Ja, zeker. Uh, we zijn natuurlijk uh, met uh, drie punten weggegaan, dus uh, daar zijn we allereerst hartstikke blij mee. en Voor mij persoonlijk natuurlijk ook fijn dat ik gewoon, uh, ja, vanaf, moment, vanaf het begin uh, kon starten en uh, ja, 65 minuten, dus uh, daar ben ik uh, tevreden over ja. Ook tevreden voor wat betreft je spel? Uh, ja, Gemengde gevoelens. Ik uh, vond de eerste helft dat ik uh, niet veel in het stuk voorkwam. Uh, dat heeft ook natuurlijk te maken met gewoon het spelbeeld. Maar uh, ja, over het algemeen tweede helft kwam ik uh, wat meer aan de, aan de bal en was ik wat meer betrokken in het spel. En uh, ja, dat moet ik gewoon uh, doorzetten. Vooral doorgaan op die tweede helft. En uh, gewoon lekker gaan voetballen. En dan uh, focussen op goals en assists. Ben je weer uh, volledig fit ook wat dat betreft? Ja, ja, zeker. Ik uh, ben goed uit de wedstrijd gekomen. Dat is natuurlijk altijd de vraag als je weer uh, vanaf het begin gaat starten. Maar uh, dat zit, uh, zit gewoon goed. Dus uh, ja, vol goede moed uh, naar morgen. En voor wat betreft de, de training van vandaag op het kunstgrasveldje bij uh, Leo Fadia. Dat kunnen jullie morgen ook uh, verwachten natuurlijk. Ging de ene naar de andere bal bij jou erin, hè? Ja, klopt. Dat uh, ging, ging lekker inderdaad. En uh, ja, het is altijd gewoon fijn als je de training gewoon, uh, ja, gewoon goed afsluit en uh, goed er doorheen komt. En nu is de focus uh, natuurlijk gewoon op morgen. In hoeverre gaat meer ritme ook helpen in jouw spel? Uh, ja, ik denk dat dat af en toe nog wel eens wordt onderschat. Dat uh, heb ik zelf ook wel eens uh, in het verleden gedaan. Maar dat is hartstikke belangrijk natuurlijk. Uh, het is gewoon fijn dat ik nu gewoon weer lekker uh, aan het voetballen ben. Dat ik uh, hopelijk aan het voetballen blijf. En uh, ja, dan is het gewoon, uh, nu in het begin was, stond vooral een teken van fit, uh, fit worden en fit blijven. Dan staat het nu nog steeds om fit te blijven. Maar uh, ja, nu wil ik ook gewoon uh, echt stappen maken voetbaltechnisch. En uh, ja, daar heb ik alle vertrouwen in. Ja, we hebben van de week gewonnen, dat is ook lekker. He, de, natuurlijk zagen we wel dat het voetbal niet altijd even top was. Maar je, je hebt wel de eerste punten gepakt thuis. Daar, ben, daar zijn we doorheen. En, ja. Dat moeten we morgen voortzetten en, en Turk speelt tegen een goede tegenstander. Die staat niet voor niks bovenaan en heeft veel goals gemaakt. Heel bewegelijk. Maar we hebben zelf ook de kansen gehad. We gingen wel altijd weinig weg. Dus ja dat, dat geeft ook een goed gevoel om daarheen heen te gaan. De trainer die laat eigenlijk het team volledig staan. In hoeverre helpt dat ook in die, in die automatismes? Ja, dat helpt uh, natuurlijk hartstikke veel. Want uh, ja, voor, je, je gaat, als je continu in verschillende samenstellingen speelt, dan is het af en toe nog wel eens kijken: oké, okay, met, met wie spelen we nu? Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen kwaliteiten. Maar ja, het is, het is wel gewoon fijn wat je zegt voor de automatisme. En uh, ja, het is nu wel echt een zaak dat we gewoon deze drie punten elke week gaan pakken. Elke wedstrijd. En uh, ja, dat is wel waar de focus voor ons op ligt. Ja. Je moet wel vastigheid creëren. En, en uh, Matthias Nart is gewoon een Leo de Jongen, die, uh, 19, 20 jaar. Ja, laat hem even staan. Kunnen altijd nog weer omzetten. En, en je hebt uh, Michael Kief te Die is van de blessure terug, die snapt dat wel. En die kan gewoon invallen. En dan zet je het ook in, even neer hè, hoe we het willen hebben. Dus dat kan ook vanuit die positie. Voor de rest, uh, Michael de Leeuw natuurlijk op middenveld. En uh, Mark Diemers weer op de 6. Uh, dat beviel ook goed. Ja, ik vind dat. We moeten toch voetballen van achter naar voren. He, je, uh, omdat we ook niet een echte aanspeelpunt spits hebben, uh, zul je toch voetballend ergens moeten komen. Dus dan, dan kiezen we daarin voor voetballers op bepaalde positie. We staan veel te laag voor, uh, voor de club die wij zijn, voor de club die wij willen zijn. En uh, ja, dat is wel voor ons een uh, mooie uitdaging morgen om, uh, om te laten zien van we staan misschien wel wat lager nu Maar dat is uh, een vertekend beeld. We gaan gewoon daar naartoe om uh, drie punten te pakken en uh, voor niets minder gaan we daar naartoe. En, en jij weet ook van dat is ook een voetballende ploeg, dus dat kan een mooie Clash worden. Ja, zeker. Ik denk dat wij ook wel uh, een voetballende ploeg zijn natuurlijk. Dus uh, ja, dat uh, gaat een mooie, uh, mooie wedstrijd worden, hopelijk, uh, voor ons. <laughs> en uh, ja, we hebben ze goed geanalyseerd en we weten natuurlijk dat er voetballende ploeg is, maar ja, we gaan uit van onze eigen krachten. Vol uit erbij, uh, dat is ook lekker hè? Ja, ik had het gehoord. Ik uh, las volgens mij dat er een stuk of 400 man uh, daar naartoe gaan. En... Ja, alleen al daarom wil je, wil je daar drie punten pakken. Dus uh, nee, we gaan er alles aan doen om, uh, om daar winnend uh, weg te gaan. Ja, het is wel zonde. Kijk, Remco Balt doet hartstikke goed zijn best. Maar het is meer een jongen vanuit de zijkant in een vrije rol. Ja, en, en, en we moeten wel met een echte spits komen te spelen. Hè? Dan kan je op verschillende manieren aanvallen. Dan heb ik even een rustpunt. Dus daar moeten we de komende twee maanden wel goed naar kijken. Je, je merkt ook dat mensen eigenlijk al om afvalabi ook vragen. En, en, en je moet het ook elke keer uitleggen uh, natuurlijk. Je hoopt ook dat je hem meer kon brengen, uh, ook nu, dat je hem meer minuten kon geven. Dat kan dus nog niet. Nee, dat kan niet. Nee, Maar daar ga ik niet meer omheen lullen. Want het is gewoon, uh, de jongens is niet topfit. En, en uh, dat proberen we wel te maken de komende twee maanden. En zo niet, dan, dan, moeten, we, dan moeten we op zoek. Hè? Zo simpel is. En dat, dat weet de club. Daar is de club hartstikke goed mee bezig. En Balk die vult het uh, ook prima in, natuurlijk, met zijn, met zijn werklust daar in, in die spits. En het is in ieder geval fijn dat hij nu ook één keer geprikt heeft. Dan, uh, dat geeft hem misschien ook alweer dat vertrouwen. Nee, maar die jongen die moet je niks kwaad nemen. Die, dat is ook In de jeugd was dat een spits. He? En alleen het is een klein baasje. Hij moet, kan ook meer in de vrije rol lopen. Dat is eigenlijk meer zijn kracht. He? Dus die, neem ik, die, die, die jongen doet hartstikke goed zijn best. Geen enkel geen enkele probleem. Mooi dat hij scoort. Daar ben ik blij voor hem om. He? Maar je moet eigenlijk iemand hebben die daar staat. En wat je rustpunt is in je ploeg, nou, dat, dat is er op het ogenblik nog niet. Maar we kunnen ook op andere manieren winnen. Hè?